zeg, je weet niet, maar de kinderen verwachten les van u. Vandaag! Eerst en vooral, waarom is het altijd de schuld van de sossen? Doe de volgende vraag. Oké, tijdens de coronacrisis mag ik nog steeds in mijn neus speuteren? Tuurlijk, maar een andere mag niet in uw neus speuteren. Daarna moet hij zijn handen wassen. Altijd goed de handjes wassen en in de elleboog niezen of in de knieholte. Als je soepel genoeg bent, dat is eigenlijk allemaal dikke zever. Maar die wordt aangegrepen om sociale veranderingen in de wereld te brengen. En dat is eigenlijk de schuld van de sossen. De sossen hebben altijd van alles de schuld. Tweede Wereldoorlog. Dat waren nationaal-socialisten. Nationaal-socialisten. Socialisten. Duits-nationaal-socialisten. Socialisten. Ik doe weer al een Godwin, maar het is nu eenmaal een feit. Hitler was een socialist. Reichskanselier. Hitler. Abstand halten. Abstand halten. Als iedereen de Olympische groet doet, blijven we wel op twee armlengtes van elkaar. Voilà. Het is een beetje ouderwets, maar heel efficiënt. Afstand houden! Afstand houden! Dank u wel voor deze les. De volgende keer leren we u de tafels. En alles is de schuld van de sossen.